Goedemiddag aan iedereen. Als secretaris-generaal van Cinerit is het een waar genoegen om jullie welkom te heten op deze webinar, onze derde reeds, die we organiseren in het kader van de duurzame ontwikkeling. Alvorens te starten met deze webinar wens ik u aandacht te trekken op de mogelijkheid van vertaling. U kan drukken op het hoofdtelefoontje die zich rechts onderaan uw scherm bevindt voor een vertaling naar het Nederlands. Ik wil u informeren van de la présence, de la traduction. Appuyez sur le symbole casque qui se trouve en bas à droite de votre écran voor een traduction vers le français. Synergrid is een federatie voor netbeheerders van gas en elektriciteit, zowel voor transport als distributie. Op 27 januari hebben we van uh, mevrouw Katabi, fe federaal minister voor klimaat, leefmilieu, duurzame ontwikkeling en Green Deal, de titel van SDG Voice 2021 mogen ontvangen. We hebben daardoor ook een aantal verplichtingen en dat is onder andere de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen onder de aandacht te trekken. Zorgen voor een toegankelijke, duurzame energie is namelijk de bestaansreden voor de transport- en distributienetbeheerders. Samen werken we elke dag aan een transitie naar een meer duurzame energie. We staan ook klaar om de energiewereld van morgen vorm te geven en een wereld waar iedereen kan meedragen aan deze energietransitie en ook waar niemand vergeten wordt. In het kader van deze missie van SDG Voice organiseren we een aantal webinars. Deze van vandaag zal als thema mobiliteit hebben en ook de rol die de netbeheerders hierin zullen spelen. De mobiliteit is in un een des piliers de la van de realisatie van het subjectief klimatiek. Le gouvernement belge a d'ailleurs récemment encore décidé de favoriser le verdissement de la flotte de véhicules de société par la prise de mesures fiscales qui favorisent les véhicules électriques. Afin de discuter du sujet de la mobilité, nous avons invité plusieurs orateurs, des représentants du secteur, les régulateurs du secteur, mais aussi un acteur hors secteur dont la vision et les, euh, sur les enjeux de la mobilité sont importants pour nous. Donc, je vais d'abord passer la parole à monsieur Philippe Denet. Ensuite, je passerai la parole à monsieur Van Kranenbroek qui s'exprimera au nom de la Forbeck. La Forbeck est l'association des régulateurs belges. Les gestionnaires de réseau sont en effet des acteurs régulés et les régulateurs sont amenés à se prononcer notamment sur les plans d'investissement, les tarifs et aussi les règlements techniques qui devront être adaptés dans le cadre de cette nouvelle mobilité. Et ensuite, je m'entretiendrai avec les représentants du secteur, puisque les gestionnaires de réseaux de distribution et de, de transport belges prennent leurs responsabilités en matière de développement de mobilité à basse émission. Et comme Synergy, nous sommes persuadés que tant le développement des véhicules électriques que l'utilisation du CNG, bio-CNG, LNG et à terme de l'hydrogène, ont un rôle central à jouer dans cette nouvelle mobilité. J'aurai l'occasion de m'entretenir avec Frank van Brabant, qui est CEO de Fluvius, qui est le gestionnaire de réseau de distribution en Flandre, et aussi avec David Vangulik, qui est président de notre commission Low Emission Mobility en Synergite. Mais sans plus attendre, je vous propose d'entamer la discussion avec mes invités et je vais d'abord passer la parole à M. Philippe Denet. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci à tous d'être présents à ce webinaire. Une mobilité à basse émission pourra se concrétiser en combinaison de trois leviers principaux un, la réduction de la demande de transport, autant, autant passagers que marchandises deux, un transfert modal entre les différents modes moins polluants de transport, avec la marche active, le vélo et autres et troisièmement, un basculement vers des euh, énergies moins émettrices ou pas émettrices de CO2. On parle de l'électricité, de l'hydrogène, comme vous l'avez fait dans votre introduction. La part relative. Et donc, le rôle joué par chaque levier va dépendre des décisions, choix politiques, mais aussi de l'horizon de temps dans lequel on se projette. Ainsi, une réduction de la demande de transport induite par des changements de comportement et par une réflexion et l'accompagnement de l'aménagement du territoire mettra plus de temps à se concrétiser que l'introduction progressive de motorisations à faible ou à basse émission. Autre exemple des technologies. Ou euh, énergies transitoires plus faibles en carbone que l'essence ou le diesel, le gaz naturel par exemple, peuvent se développer à moyen terme, le 2030, puis céder progressivement le pas à des énergies plus non carbonées comme l'hydrogène, au fur et à mesure que l'objectif de, décar de décarbonisation de l'économie euh, se rapproche. Dans la suite de mon intervention, je me focaliserai sur le troisième levier, à savoir les motorisations et les formes d'énergie pour le transport de demain. J'évoquerai également les, les pistes qui sont privilégiées dans le plan fédéral du développement durable, une première depuis plus de dix ans, c'est à souligner déjà, déjà pour la, la seule existence du plan est déjà positive, pour transformer notre mobilité, et je vous proposerai un échange, un, un éclairage en lien avec le principe LIVRE, No one, one beyond. Comme on dit demain, quand on dit demain, il faut distinguer les perspectives de moyen terme, c'est 2030, hein, prendre des politiques maintenant et espérer qu'elles aient des impacts plus tôt, ce sera difficile, et des perspectives à long terme, c'est-à-dire 2050, comme nous sommes nous engagés à décarboner complètement notre économie. À la demande des organisateurs du séminaire, je me limiterai à la première période, c'est-à-dire 2030. Mais il faut toujours tenir à l'esprit 2050, parce que les, les interactions sont dynamiques. Alors quelques messages. Le premier élément que je souhaiterais partager avec vous sont tous issus du plan national belge énergie-climat, le PNEC qui était déposé en, en fin 2019 et qui prévoyait, lui, une émission des gaz à effet de serre de 40 Alors vous allez me dire, c'est déjà dépassé par les décisions du gouvernement, mais ça permet déjà d'avoir une idée de ce qui pré qu sont prépare. Bien sûr, ce PNEC devra être actualisé. Le PNEC de 2019 présente des perspectives d'évolution de la consommation énergétique et des transports et du mix énergétique à l'horizon 2030, compatibles avec des politiques et des mesures envisagées par les différentes entités. Outre une réduction de la consommation énergétique totale des transports, moins 16% à l'horizon 2030, les perspectives montrent une diminution du recours au carburant, par Traditionnelles que sont l'essence, le diesel ou le LPG. Il y a l'inverse, une augmentation du recours au gaz naturel et à l'électricité. L'augmentation du recours au gaz naturel concerne surtout la consommation de LNG pour le transport de marchandises et, dans une moindre mesure, du CNG pour le transport par voiture privée. L'électrification du transport est aussi présente dans ce, dans ce scénario, le WAM, et, le transport, et ce scénario projette une consommation électrique de l'ordre de 3,4%. Kilowatt, pardon en 2030 pour le parc de voitures électriques. C'est une progression significative, plus fois 3,6 par rapport à 2019. Euh, la consommation finale totale d'électricité en 2030 devrait avoisiner les 90 TWh. Cela correspond à un parc de voitures électriques ou électrifiées de 1 à 1,5 million de véhicules par rapport à une flotte totale de 6 millions en Belgique. Évidemment, ce chiffre dépend d'un certain nombre d'hypothèses concernant les batteries, concernant le comportement des gens, mais ça donne un ordre de grandeur qui peut aider nos intervenants à se projeter et à faire leur plan d'investissement. Comme on le voit dans le PNEC, l'électrification du transport, surtout dans le transport privé de personnes, est une piste privilégiée dans notre pays. Ce constat est confirmé par les mesures du plan de reprise et de résilience. Qui a été déposé il y a quelques mois par, le gouvernement, par les gouvernements belges, dont plusieurs concernent l'électrification du transport. Dans ce contexte, le BFP était amené à, ré, à réaliser une évaluation du principe du non-significant arm, ou mesure relative, mais pas seulement à l'électrification du transport. C'était concernant tout le plan. Cette évaluation n'est guère utile dans, ce trans, dans, cette, dans cette perspective, parce que l'électrification, par définition, était positive pour l'environnement. Euh, à long terme, il y a certainement des réflexions à avoir sur l'adéquation entre la capacité de production d'électricité et les demandes croissantes, et tant dans le domaine du transport que dans les autres secteurs. Le service climat du SPF Santé publique a maîtrisé des scénarios climat, neutral climat à l'horizon 2050, et ces scénarios envisagent une évolution des déplacements en voiture, une stabilisation de ce transport ou une diminution de 50 on pourrait continuer longtemps les, les, les critères, mais il y a surtout celui de la pauvreté et de la répartition entre les revenus, entre les régions et entre les déciles. Mais je suppose qu'on pourrait y revenir dans la suite du seminaire. Merci beaucoup pour votre intervention. M. Van Kranenbroek, yep. the floor is yours. Merci. Pour le moment, merci à Synergit de nous avoir invités pour ce webinaire. Duurzame mobiliteit vormt inderdaad ook een serieuze uitdaging voor de vier Belgische energieregulatoren. In, in eerdere mededelingen van de Commissie wordt reeds benadrukt dat de vervoerssector op termijn koolstofvrij moet gemaakt worden en dat de uitstoot, met name in stedelijke gebieden, sterk moet worden verminderd. In de aanhef van de elektriciteitsmarktrichtlijn wordt de belangrijke rol benadrukt die elektromobiliteit kan spelen bij het halen van deze doelstellingen. We zien dan ook dat de bevoegde overheden steeds ambitieuzere objectieven vooropstellen, bijvoorbeeld in zaken bedrijfswagens of het uitfaseren van verbrandingsmotoren. De richtlijn bevat verder bepalingen over taken van de systeembeheerders of de netbeheerders in dit verband en het regulatoire toezicht op de uitvoering van deze taken. Deze bepalingen zijn of worden ondertussen omgezet in nationale of regionale regelgeving. In mijn bijdrage zal ik een aantal van deze taken bespreken vanuit het perspectief van de energieregulatoren. Laten we eerst even kijken naar de netten. De ontwikkeling van een distributie, maar ook van een transmissiesysteem, moet worden gebaseerd op een transparant netontwikkelingsplan dat bij de regulator moet worden ingediend. Voorafgaand aan de indiening van dat plan moeten de netbeheerders alle relevante netgebruikers consulteren. Hun reacties moeten ze samen met dat plan indienen, zodat de regulatoren kunnen afwegen of ze met dat plan instemmen dan wel of ze om wijzigingen van het plan verzoeken. In zo'n netontwikkelingsplan wordt aangegeven welke investeringen voor een periode van 5 tot 10 jaar worden gepland, met een bijzondere nadruk op de infrastructuur die vereist is. Voor onder meer de aansluiting van oplaadpunten. Ook wordt op transparante wijze beschreven welke flexibiliteitsdiensten nodig zijn op lange en middellange termijn. Hierbij is uiteraard de correcte dimensionering van de elektrische netten van groot belang. Daarbij moet rekening worden gehouden met beleidsambities, zoals het toename van het aantal zonnepanelen, warmtepompen en oplaadpunten kan worden opgevangen. Ik ga vooral focussen op de elektrische mobiliteit, maar volledigheidshalve wil ik toch meegeven dat, naast de uitdagingen voor elektrische mobiliteit, ook vaststellen dat er meer en meer CNG-stations op het aardgasnet worden aangesloten en dat er ook bij netbeheerders vragen binnenkomen voor de aansluiting van installaties voor biogasinjectie. Laten we even toch focussen op de situatie van het netwerk, het elektriciteitsnetwerk, en dan ook meer specifiek de situatie van het 230-volt-netwerk. Inderdaad, in de drie gewesten is nog een relatief groot deel van het laagspanningsnet uitgevoerd in drie- of vieraderige 230-volt-netten. Deze netten hebben een intrinsiek lagere capaciteit en doorgaans ook meer aansluitingen per feeder, waardoor er maar een beperkte restcapaciteit overblijft. Voor driefazig laden, maar ook voor de voeding van bijvoorbeeld warmtepompen, kunnen sommige netgebruikers een 400-volt voeding nodig hebben. Het beleid van de netbeheerders gaat niet zozeer uit van een versnelde afbouw van het bestaande 230 volt net, met een verplichte omschakeling van alle netgebruikers tot gevolg, maar wel naar het versneld ter beschikking stellen van 400 volt voor die netgebruikers die hierom vragen. Bij wijze van voorbeeld kunnen we meegeven dat in een, om in een 230 volt netgebied 400 volt ter beschikking te stellen, kiest men daarom al geruime tijd voor zogenaamde 7 -punt transformatoren. Laten we dan eventjes kijken naar de aansluitingen, de oplaadpunten zelf. Artikel 33 van de richtlijn legt de lidstaten op om in het regelgevingskader te voorzien dat de aansluiting van openbaar toegankelijke en particuliere oplaadpunten op de netten wordt bevorderd. Onder meer door samenwerking met ondernemingen die oplaadpunten beheren en exploiteren. Over de rol van de... Netbeheerders heeft de wetgever in principe het laatste woord. De richtlijn verhindert niet dat een rol wordt toebedeeld, maar legt wel een reeks voorwaarden op. Op termijn zullen alle herlaadpunten waar voertuigen geparkeerd staan slim laden moeten ondersteunen. Slim laden houdt in dat de energiestroom in real time kan worden gecontroleerd op basis van informatie die verstuurd wordt via een elektronisch communicatiesysteem. Hoe dat exact zal worden geïmplementeerd? vergt verder overleg, zowel met de netbeheerders als met marktpartijen. De regulatoren hebben ook de taak om toezicht te houden op de termijnen die transmissie- en distributiesysteembeheerders nodig hebben om aansluitingen uit te voeren. Dit impliceert ook aanpassingen aan die aansluiting, zoals verzwaringen en spanningsombouw. Regels hiervoor staan vermeld in de verschillende technische reglementen. Daarnaast hebben de regulatoren ook een tarifaire bevoegdheid. Zo kunnen ze beslissen, rekening houdend uiteraard met de richtsnoeren uit de regelgeving, om specifieke tarieven te voorzien voor eenmalige aanpassingen aan de aansluiting. Enkel bij wijze van voorbeeld vermeld ik dat sinds 1 januari 2020 de netgebruikers in het Vlaamse gewest een wijziging van de aansluitingsspanning kunnen aanvragen tegen een specifiek door de VREG goedgekeurd niet-periodiek tarief. Laten we dan even kijken naar de rol en de verantwoordelijkheid van de netgebruikers. Voor een efficiënte uitbouw en exploitatie van het net kan het aangewezen zijn om specifieke voorschriften voor bepaalde installaties uit te werken. In het kader van de discussie over de voedingsspanning is het zo dat nieuwe binneninstallaties op vandaag al vlot moeten kunnen overgeschakeld worden van een aansluiting op 3x230 naar een aansluiting op een 3 maal 400 volt net. Op vandaag bestaat er nog geen specifiek aansluitingsvoorschrift voor oplaadpunten. Sinds begin dit jaar lopen gesprekken tussen de regulatoren en Synergit hierover. en We roepen Synergit dan ook op om deze werkzaamheden niet te laten aanslepen. Finaal moet dat voorschrift na een consultatie door de regulatoren worden goedgekeurd voordat het van kracht wordt. Voor netgebruikers op laagspanning zijn de periodieke tarieven voor gebruik van het net vroeger altijd gebaseerd geweest op de afgenomen hoeveelheid kilowattuur. In het kader van de energietransitie kan het aangewezen zijn om die tariefzetting te herbekijken, zodat er een sterkere sturing kan van uitgaan die de kost van de aanleg van de netten onder controle moet houden. Een aangepaste tariefzetting kan onder meer via de aanrekening van een deel van de netkosten op basis van de benodigde of de gebruikte capaciteit. Op die manier kijken netgebruikers een incentive om hun verbruik te spreiden. Ook de invoering van zogenaamde time-of-use-tarieven kan overwogen worden. Hierbij wordt dan vermeden dat het net extra belast wordt op het moment van piekafname. Slot nog een woordje over flexibiliteit. Ik had het daar straks al even over. De lidstaten moeten een regelgevingskader uitwerken dat netbeheerders toestaat en ook aanspoort om dergelijke diensten te gaan kopen. De netbeheerders zullen dus moeten nadenken hoe ze de inzet van flexibiliteit zullen va valoriseren. Hierbij kan dan op basis van de regelgeving opnieuw een afweging gemaakt worden tussen technische flexibiliteit, wat een verplichting inhoudt, al dan niet tegen een vergoeding, en commerciële flexibiliteit. Vraagrespons vervult in elk geval een spilfunctie om het slim opladen van elektrische voertuigen mogelijk te maken en het maakt daarbij de efficiënte integratie van elektrische voertuigen in het net mogelijk. En dan heb ik het nog niet eens over vehicle-to-grid-opportuniteit. Een puntje over marktmodellen en gegevensuitwisseling. Vandaag is het zo dat in geen van de drie gewesten een specifieke leveringsvergunning vereist is voor het doorleveren van elektriciteit via een oplaadpunt. Dit voor zover de levering aan het oplaadpunt gedekt is door een vergunde leverancier. Alle afnemers zijn vrij om op hetzelfde moment over meer dan één leveringscontract te beschikken, mits daartoe de vereiste meet- en aansluitpunten zijn aangelegd. Specifiek voor de levering van elektriciteit via oplaadpunten worden door derde partijen diensten ontwikkeld die kunnen gefaciliteerd worden door de netbeheerders. Dit vergt de ontwikkeling van aangepaste processen die via het centrale marktsysteem, het zogenaamde CMS, kunnen verlopen. Tot slot mogen we duidelijk zijn dat er nog tal van uitdagingen zijn. Om de energie die nodig is voor mobiliteit via de netinfrastructuur op een kostefficiënte manier bij de verbruiker te brengen, zowel op het vlak van netontwikkeling als netuitbating, het inzetten van flexibiliteit, de ontwikkeling van markt- en gegevensuitwisselingsprocessen en het vaststellen van een geschikte tariefstructuur blijft er heel wat werk op de plank, zowel voor de netbeheerders als voor de energieregulatoren. Meneer Van Kranenbroek, heel erg bedankt voor deze tussenkomst. Ik ga mij nu Richten naar de sector zelf, naar de netbeheerders zelf. Want ik heb natuurlijk een aantal vragen voor jullie, uh, die ik voorbereid heb. Nadien zullen jullie als kijkers ook de kans krijgen om vragen te stellen. Frank, laten we met jou beginnen. Mobiliteit is een pijler van onze naar de toekomst toe als we willen onze klimaatdoelstellingen gaan halen. We hebben al gehoord dat elektrische mobiliteit eraan komt, dat dat er heel wat wagens met zich gaat meebrengen en ook heel wat bijkomende elektriciteit die zal moeten verbruikt worden. Frank, als we dan kijken, hoe kunnen wij ons daarop voorbereiden? Wat zijn scenario's naar de welke dat, dat gekeken worden? Welke toekomst bereiden jullie eigenlijk voor? Wel, ik denk dat het duidelijk is dat de toekomst van de mobiliteit grotendeels elektrisch is. Wij gaan vandaag bij Fluvius uit van een scenario in Vlaanderen van 2030 ongeveer 1 miljoen voertuigen. Vandaag zijn er ongeveer 110.000, 120.000. Dus je ziet toch al een enorme toename. Maar als we naar dat 1 miljoen kijken, dan kunnen we ook zeggen dat onze netten vandaag die capaciteit. In globo aankunnen. Dat betekent niet dat we lokaal geen investeringen moeten doen en geen verzwaringen, lokaal en gericht. Maar in globo hebben wij voldoende restcapaciteit om dat volume aan te kunnen, op voorwaarde dat die restcapaciteit natuurlijk ook slim gebruikt wordt. Nu, daarnaast moeten we nu natuurlijk beginnen met het uitvoeren van de investeringsplannen voor de verdere toekomst. Want het zal niet stoppen met dat 1 miljoen in 2030, het zal in een sneltreintempo verder gaan nadien. Thierry heeft net al de investeringsplannen genoemd. Wij gaan die volop uitvoeren. En die gaan hand in hand moeten gaan met het aanpassen van het laadgedrag van de klant. Het is zeer belangrijk dat een klant zijn laadgedrag aanpast en zijn laden spreidt in de tijd en in locatie. En als we daarin slagen, dan zullen we in de toekomst ook aan de vraag kunnen voldoen, een vraag in een wereld waar de vooral overdag zal geproduceerd worden, op een hernieuwbare manier, en het risico op piekbelasting vooral s'avonds bij het opladen is. Je vais d'abord me tourner vers David, parce qu'évidemment, les scénarios ont été regardés par, par Fluvius, mais aussi par les autres gestionnaires de distribution et aussi par Synergrid. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu si les scénarios envisagés, ceux dont Monsieur Donnet a parlé, si ça correspond à ce que nous avons regardé dans notre étude oui, tout à fait. Les, les scénarios dont, dont nous venons de parler, dont M. Donnet nous a, nous a clairement exposé les, les, les grandes lignes, euh, sont évidemment les, les pierres angulaires de, de nos simulations. La touche que les GRD euh, et les, les gestionnaires de réseau ajoutent à, à, ces, à ces données, c'est l'impact sur le réseau. C'est euh, est estimer, faire des simulations pour voir si euh, les comportements des clients, comment ces comportements peuvent influencer le, la nécessité ou pas de faire des rechargements. On vient d'ailleurs de l'évoquer. Donc, grosso modo, on a pu faire pour l'ensemble du pays quelques simulations et on peut considérer que, moyennant, j'irais, un investissement raisonnable, on arrive facilement à accepter jusqu'à 1,5 million de véhicules. Et si, comme on l'a dit, on arrive à réduire le moment où tout le monde se charge et à étaler le moment de rechargement des véhicules électriques, on peut plus facilement accueillir jusqu'à 4,5 millions de véhicules. Donc, le comportement des gens est important. Et donc, grâce à ces scénarios, grâce à ces simulations que, que nous faisons, ben, ça nous permet d'apporter de, de la matière vers les régulateurs, vers les autorités, de manière à ce qu'ils puissent décider en connaissance de cause. Merci, David. Frank, laten we even verder gaan op dat laatgedrag. Hoe zien jullie dat? Vaagt dat eigenlijk niet te veel aanpassing van de burger? Nee, we moeten ervoor zorgen om dat laadgedrag te kunnen aanpassen dat we die burger ontzorgen. Dus we gaan via de digitale meter, dat is het, het instrumentarium om de burger te ontzorgen. Die digitale meter kan gekoppeld worden met de laadpaal en kan dus op de momenten laden dat het nodig is. Capaciteitstarief is een tweede hefboom, dat is eigenlijk de financiële trigger om de burger ertoe aan te zetten om zijn laadgedrag aan te passen, om dat wat meer te spreiden. Maar het is wel belangrijk dat we het doen, want we hebben studies gedaan en daaruit blijkt toch, als we alleen maar investeren zonder het laadgedrag aan te passen, of we, passen het laad, of we slagen erin om het laadgedrag aan te passen, dat is een factor vier waarmee we onze investeringen kunnen reduceren naar de toekomst toe. Ja, en uh, dat slim laadgedrag dat zal ook belangrijk zijn voor het in balans houden van de netten. Dus hoe kan de e-rijder eigenlijk bijdragen en hoe kan de e-rijder de netbeheerder daarin helpen om dat, uh, die balans te, te gaan bewaren? Wat zijn volgens jou toekomstige stroom, maar ook toekomstige marktmodellen die je ziet? Ik denk dat beide een voordeel hebben. Dus zowel de netbeheerder gaat een voordeel hebben van het aangepaste gedrag van de e-rijder als de e-rijder zelf, als de klant zelf. Dus enerzijds hebben we net al gezegd door het spreiden van dat laadgedrag in tijd en in locatie gaan we die piek fel verlagen en de belasting op de netten maximaal benutten, maar niet te zwaar benutten, dus optimaal benutten eerder. Maar anderzijds is die elektrische wagen ook niet enkel een probleem, of het is geen probleem, eigenlijk is het een deel van de oplossing. Want het is een rijdende batterij. En dus prioritair gaat hij die natuurlijk gebruiken om mee te rijden, maar daarnaast, als een klant dat straks als batterij gebruikt, dan kan hij koppelen rechtstreeks aan zijn woning en daar toestellen op laten draaien of aan het grid, vehicle-to-grid, en hij kan daar uh, vermarkten. Hij kan dus die energie die hij erop geslagen heeft overdag kan hij vermarkten en op die manier ook helpen om het net in balans te houden. En als hij op de juiste manieren, op, op de juiste momenten oplaat, dan houdt hij zijn kost goed onder controle. En als hij daarnaast zijn batterij juist inzet om mee te rijden of om in-home applicaties te laten draaien of... à net te verkopen, dan slaagt il erin om zijn totale energieverbruik op een zeer kostenefficiënte en optimale manier euh, te doen Merci, Franck. Je vais me tourner vers toi, David. Évidemment, en tant que gestionnaire de réseau et SINERIT, nous sommes très conscients de l'importance de la mobilité. Et nous avons mis en place une commission Low Emission Mobility que tu présides en SINERIT. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, nous donner un aperçu des activités de notre commission Bien sûr. Donc, j'ai déjà un petit peu répondu à cette question en, en évoquant ce que nous avons fait au niveau de l'impact des scénarios sur, sur le réseau. Donc, c'est ce que nous faisons au sein, au sein de la commission. C'est quelque chose que nous coordonnons. En fait, hein, nous coordonnons l'ensemble des travaux qui se font autour de Sénégrit sur la mobilité électrique, mais la mobilité alternative de manière plus générale. C'est là où on échange nos informations, on échange nos scénarios. On échange nos idées aussi, c'est quand même important d'échanger les idées aujourd'hui. Euh, alors on parle beaucoup d'électricité, mais on l'a déjà quand même évoqué. La Commission a aussi un volet gazier, donc on parle de CNG, de bio-CNG, de bio-LNG. Euh, c'est aussi un, un des vecteurs potentiellement importants pour la transition énergétique. Et enfin, c'est aussi un point de contact avec les autres fédérations professionnelles, qui nous permettent d'échanger. Donc par exemple, on a eu de nombreux contacts avec avec la Febiac pour ne citer euh, que. David Frank, mobiliteit is een geregionaliseerde materie. En, Je hebt het al aangetoond, netbeheerders zitten helemaal niet stil. Als we nu kijken wat er in Vlaanderen, gebeurt, wat zijn in Vlaanderen eigenlijk de prioriteiten en de acties die jullie, die jullie aan het doen zijn? Ik denk dat we vandaag in Vlaanderen een, een drietal prioriteiten kennen waar we actief mee bezig zijn. Twee daarvan hebben te maken met het ontzorgen en motiveren van de klant om dat gedrag aan te passen. Dat is die digitale meter en de capaciteitstarief. We zijn momenteel bezig met een versnelde uitrol van de digitale meter. Tegen einde 2024 zullen 80% van de Vlamingen een digitale meter hebben. En we hebben net al gezegd, het is zeer belangrijk om die klant te ontzorgen om dan op een eenvoudige manier zijn of haar gedrag aan te passen. Een motivator om dat gedrag aan te passen is het capaciteitstarief. En dat wordt 1 juli. Volgend jaar, 1 juli 2022, geïntroduceerd. Dus dat zijn twee zaken waar we op korte termijn en actief mee bezig zijn. Een derde iets betreft de laadpalen. Als je over laden van een EV-wagen, elektrisch voertuig spreekt, is dat natuurlijk prioritair thuis en op het werk. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook op het openbaar domein, ook semi-publiek, laadpalen nodig, zowel traag- als snelladers. Vlaanderen heeft vandaag een plan. De minister van Mobiliteit, minister Peters, om 30.000 extra laadpunten te realiseren. Vandaag staat nog in de krant, volgend jaar 11.000 extra laadpunten. Wij zelf hebben als Fluvius geen verantwoordelijkheid om die daarin te investeren of te exploiteren, maar natuurlijk wel om ze aan te sluiten. En wat we daar proactief doen en we zitten daar met de belangrijke spelers mee aan tafel, dat is kijken wat zijn de beste locaties. Dus we hebben zo'n potentieelkaart die er straks gaat komen waar wij mee gekeken hebben om die natuurlijk daar te plaatsen waar het vermogen beschikbaar is of waar de investering om ze aan te sluiten minimaal mogelijk is. Dat is onze rol wat dat betreft. En dat zijn dus de drie. Priorité momenteel, digitale meter, capaciteitstarif et dan zorgen dat de laadpalen er kunnen komen met de minimale investering, wat onze uitbreiding van de netten betreft. En effet, David, cette infrastructure de recherche sera fondamentale pour développer le, la mobilité électrique. Les gestionnaires de réseau peuvent apporter un soutien à ce développement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Oui, Alors, ce qui me, me paraît effectivement essentiel dans cette discussion, c'est que. Ben, la Belgique est la Belgique, donc on n'est pas la France ni l'Allemagne, on a la taille que nous avons. Et quand on s'adresse à des acteurs de, du terrain, comme par exemple les voitures, les sociétés de leasing, ben on doit avoir une approche fédérale, une approche la plus cohérente, la plus commune possible au niveau, au niveau national. Euh, C'est pour ça que nous allons lancer, euh, avant la fin de l'année, une consultation sur un document sur le raccordement des bornes, des bornes électriques, de manière à cadrer euh, cette, cette activité et à cadrer euh, la manière dont ces... Euh, bornes doivent être accordées sur le, sur le réseau, de manière à assurer aussi la sécurité du réseau et que les autres utilisateurs du réseau, les autres clients, ne soient pas perturbés par, par, par ces charges. Euh, C'est vraiment important de mettre l'accent sur l'aspect de la consultation, euh, parce que déjà, donc, comme je l'ai dit, on va faire une consultation publique hein, qui est prévue aux alentours du, du, mois, du mois de novembre. donc nous avons entendu les régulateurs, je dirais presque par définition, mais on a aussi entendu le marché qui le réclamait. Et on a également fait des pré-consultations, c'est vraiment clé, pour pouvoir comprendre dans quel contexte, dans quelles circonstances, quelles sont les envies, quels sont les besoins des différents acteurs de terrain, de manière à ce que cette spécification technique y réponde au mieux, moyennant quand même les contraintes que peuvent être le réseau. Merci David. Frank, de Europese Commissie heeft recent op 14 juli haar package Fit for 55 gepubliceerd. En als we daarin kijken, zien we dat daar een belangrijk aspect is, het vergroenen van het vrachtvervoer. Nu, wat moeten wij gaan doen? Moeten de netbeheerders specifiek voor dat vergroening van het net, van dat vervoer, moeten wij daarvoor gaan investeren? Dat het nu is voor eerder elektrificatie van publiek vervoer of het vrachtvervoer in het algemeen. Want ik denk dat je een beetje moet een onderscheid maken tussen het publieke transport, dus zeg maar de bussen, waar men een volledige elektrificatie plant op termijn. Ook daar, wat is onze rol daar natuurlijk, de laatste die nodig zijn voor die bussen, om daar natuurlijk opnieuw aansluiting om het vermogen ter plaatse te brengen. Daar hebben we vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst getekend met de lijn, die de exploitatie in Vlaanderen volledig doet om samen met hen onze investeringsplannen op elkaar af te stemmen. Dus wij kennen de investeringsplannen van de lijn richting elektrificatie, richting laadpalen. Wij kennen onze investeringsplannen en we gaan dus proactief ook daar, als we ergens werken gaan we. En we weten dat er in de toekomst iets moet gebeuren, gaan we dat nu al doen om daar een optimaal synergievoordeel uit te halen wat investeringen betreft. Als we naar het vrachtvervoer kijken, dan zal daar een beperkte elektrificatie zijn, maar dat gaat hoofdzakelijk over hernieuwbare brandstoffen die daar gaan gebruikt worden. Waar in eerste instantie denk ik vooral tankstations voor gaan uitgerust worden. Maar op termijn, op een langere termijn, zou het kunnen dat er ook distributienetten gaan gebruikt worden om die hernieuwbare brandstoffen, waterstof of dergelijke, om die ter plaatse te brengen. En daar willen we op dat moment zeker naar kijken. Maar vandaag is dat iets waar we niet actief mee bezig zijn. Et David, je vais me retourner vers toi. Euh, L'électrification du transport de marchandises est une piste, mais est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que par exemple le CNG, bio-CNG, LNG, peuvent jouer un rôle Peut-être même à, à l'avenir, l'hydrogène ben, C'est une excellente question. Et je te remercie de me la posé euh, En fait, je pense qu'il n'y a pas une solution parce qu'il n'y a pas un problème. Il y a des solutions parce qu'il y a des problèmes. Et donc, il y a, il y a de la place un petit peu pour, pour toutes les solutions qui apportent une réduction des gaz à effet de serre. Et donc, clairement, euh, le CNG, le bio-CNG, le LNG, le bio-LNG sont des réponses qu'on peut déjà apporter maintenant à court terme. C'est une technologie qui est assez mature. Il y a des. Véhicules qui peuvent rouler avec, avec, avec ça, qui, des camions qui peuvent rouler, rouler avec ça, et qui peuvent déjà contribuer à une réduction de l'ordre de 25 si on le compare, par exemple, à une, un camion qui roule, qui roule au diesel. Donc, c'est véritablement important d'avoir cette vision sur une multitude d'outils que l'on doit mettre en œuvre de manière intelligente, qu'on doit co coordonner. Et pour reparler, reparler du gaz, ben aujourd'hui, on parle euh, du CNG, peut-être que demain, on parlera de la méthanation, hein, qui permet. De reprendre le CO2 qui est capturé dans les industries, d'utiliser de l'hydrogène décarboné, de mélanger tout ça et de produire du méthane synthétique, complètement décarboné pour le coup. Et puis ensuite, peut-être qu'effectivement, après 2030, par exemple, l'hydrogène pourra servir comme un véritable vecteur énergétique. Merci messieurs pour cet entretien très intéressant. Moi, je retiens que le réseau belge peut recharger un grand nombre de véhicules électriques à condition que la recharge soit répartie dans le temps et dans l'espace et que les investissements de modernisation puissent se poursuivre. Les gestionnaires de réseau prennent leurs responsabilités et préparent activement la mobilité à basse émission, non seulement en permettant la mobilité électrique, mais aussi via le biais du gaz, comme le GNL ou l'hydrogène à terme. Ik stel nu voor om de floor te openen tot de vragen van het publiek. En uh, u kan vragen stellen. U kan ons vragen stellen aan alle panelleden trouwens via de vraagfunctie die u onderaan aan uw scherm vindt. En als moderator zal ik de vragen dan stellen aan de verschillende personen aan wie ze gericht zijn. Nu, een eerste vraag is binnengekomen. Ik denk, Thierry, dat is er eentje voor jou. De Vlaamse regulator voert vanaf 1 juli 2022 een capaciteitstarief in voor Vlaanderen. Ik overweeg de aankoop van een elektrische wagen. Oe, wat gaat dat als invloed hebben op mijn factuur? Dank u, Dennis voor die vraag. Dat is een goede vraag die uiteraard heel vaak gesteld wordt. Um, het is zo dat we vooral duidelijkheid dat het enkel gaat over een stukje netkosten op de factuur geen dat uiteraard niet de commodity betreft, enkel de netkosten. En binnen die netkosten ook enkel de kosten die zuiver gelieerd zijn aan de uitbouw van het net, dus niet de openbare dienstverplichtingen en dergelijke. Omdat we die vraag heel regelmatig krijgen en uiteraard verwachten, hebben we daarvoor een simulator ontwikkeld die op onze website kan geraadpleegd worden, waar je eigenlijk voor je eigen specifieke situatie in functie van de toestellen die je hebt, elektrische wagen, maar ook warmtepomp en dergelijke meer, kan zien wat de impact gaat zijn van de invoering van dat capaciteitstarief. En daar kan je de mensen toch voor een stuk mee geruststellen in de zin dat dit geen echt grote impact gaat hebben op de factuur. En bovendien dat er mogelijkheden zijn om die factuur ook naar beneden toe bij te stellen in functie van het specifieke gedrag. Question suivante, c'est une question pour le Bureau du Plan. Monsieur Donnet, c'est une pour vous. Vous parlez de laisser personne au bord du chemin. Comment envisagez-vous envisagez la situation des ménages à revenus faibles qui seront dans l'incapacité d'offrir une voiture électrique et dans l'interdiction de recourir à un véhicule diesel ou essence alors la réponse va être simple, enfin, en tout cas, de mon point de vue, va être simple. Le bureau du plan ne fait pas de politique à cette matière-là. Nous, nous développons des outils d'aide à la décision. C'est la, la base, ce sont ces projections-ci qui donnent le chemin si l'on poursuit les tendances actuelles ou en tout cas ce qui est connu. Ce qui permet alors de poser, évidemment, un certain nombre de questions, notamment par, par, par rapport aux ménages à plus faible revenu, la dispersion et autres, qui ont évidemment des problèmes spécifiques. Et alors, là, je suis désolé, mais je vais relancer la bataille sur politique C'est à eux, à, évidemment, de trouver la solution. Alors ça, on peut les aider, on peut les accompagner, mais ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Non, mais parce que c'est aussi une, une, une question qui va être différente de région à région. Puisque, ah oui, bien une, sûr. Puisque dans chaque région, l'impact de la mobilité sur le budget des ménages est différent. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, mais aussi les Bruxelles, c'est une situation particulière avec une paupérisation de la, de la région, une région jeune, donc avec d'autres moyens financiers, ou en tout cas d'autres problèmes financiers. Ce sont des questions que les régions vont devoir adresser très rapidement. Merci. Frank, ik denk dat de volgende vraag eentje voor jou is. Door nu fel in te zetten op de huidige generatie laadpalen, riskeren we dan niet de kansen te hypothekeren van de laadpalen die ook toelaten om de stroom lucht terug te leveren van het voertuig naar het net. Met andere woorden, zijn de palen matuur genoeg vandaag? Ja, ik denk dat dat een evolutie is in de toekomst. Hè. Ik denk dat de laadpaal van morgen wel meer uh, mogelijkheden zal hebben dan de laadpaal van vandaag. Anderzijds is dat een beetje de kip en het ei. Nu voor alle duidelijkheid als netbeheerder kiezen wij niet het type laadpaal. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we versneld een uitrol doen, dat er een, een, een basisinfrastructuurvoorziening is om met elektrische voertuigen te kunnen rijden. En ik denk als we dan terugleveren aan het net gaat, dat we vooral toch naar de thuissituatie kijken van een klant. Hè. Want de laadpaal die dient om onderweg iets te doen. En onderweg ga je vooral bijladen aan een snellader of aan een traaglader. Natuurlijk, mensen die geen mogelijkheid hebben voor op te laden in appartementsgebouwen of zo, die hebben het principe in Vlaanderen paal volgt wagen, die krijgen een laadpaal. Dus daar zou in de toekomst wel die mogelijkheid dan een toegevoegde waarde hebben. Maar voor de meerderheid, voor het gros van de laadpalen, denk ik niet dat dat veel toegevoegde waarde heeft. Je crois que ça, c'est une question aussi, David, pour laquelle je vais me retourner vers toi. Parce que souvent, lorsque je discute avec, avec des amis qui habitent en ville, dans les grandes villes, ils se posent toujours la question mais comment est-ce que, qu'est-ce que je peux faire J'habite dans un appartement. Comment est-ce que je peux concilier finalement cette mobilité électrique dans les grandes villes avec euh, ben, mon appartement euh, Comment est-ce que je dois lancer un câble par la fenêtre pour recharger ma voiture Par exemple, à Bruxelles, typique euh, situation bruxelloise. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose de plus ben, effectivement, les situations sont particulières région par région, les habitudes sont particulières région, région par région, chacune des régions ayant des, des, des grandes villes, Anvers, Bruxelles, Charleroi, pour n'en citer, citer que trois. Euh, il faut effectivement distinguer les immeubles à appartements qui possèdent un, un espace de garage, pour lequel des solutions sont d'ailleurs prévues dans la prescription dont je parlais qui sera mise en consultation. Et puis pour ceux qui n'ont pas de. Place de parking attribuée, il reste évidemment la possibilité, il devra avoir la possibilité d'avoir des moyens de se charger sur la voie, la voie publique, donc les bornes de chargement public. Alors pour Bruxelles, je, je, je suis un peu prudent sur les chiffres, n'étant pas Bruxelles moi-même, mais il y a aux, env aux environs de 400 bornes de chargement aujourd'hui. On parle d'en de, placer 500 d'ici 2022. Donc de quoi pouvoir déjà avoir un premier maillage. De la région, de manière à pouvoir offrir ce genre de solution à ceux qui, effectivement, demain vont vouloir entrer dans cette démarche de réduction des gaz à effet de serre et faire le pas vers le véhicule électrique. Merci. Thierry, eentje pour jou. Hoe regelt un bedrijf de fiscalité wanneer de werknemer op het werk pour om thuis te ontladen Dat is een heel moeilijke vraag die natuurlijk de fiscaliteit overstijgt. Het gaat niet alleen over fiscaliteit, maar er moeten uiteraard regels komen zodanig dat er eigenlijk ook geen energiediefstal is. Dat de werknemer via zijn contact dat hij heeft met zijn werkgever. Uh, niet daar misbruik van maakt om op die manier eigenlijk ook uh, energie terug te, te, te geven aan het netwerk. Dus uiteraard, wat het daar straks over marktregels, marktprocessen, die moeten nog ontwikkeld worden. En dit zal een van de elementen worden die daarbij moet worden bekeken. Frank, de volgende is voor jou. Houden de berekeningen van de netbeheerders voor het, van het aandeel elektrische voertuigen in 2030 rekening met de versnelde elektrificatie van het wegvervoer door de recente voorstellen van de Europese Commissie? Zo nee, gaat de netbeheerder hun vooruitzichten naar boven herzien en welke impacten verwachten zij op de elektrische distributienetten? Wel, ik denk dat onze berekeningen rekening houden met wat we vandaag weten. Dus als er bepaalde beleidsbeslissingen genomen worden die zaken versnellen, dan gaan we natuurlijk onze berekeningen aanpassen. En dan gaan we investeringsplannen misschien wat moeten vervroegen. Vandaag, met wat we vandaag weten, zitten we op een ritme dat we het meer dan waarschijnlijk aankunnen. Maar ik denk dat niemand van ons een glazen bol heeft hoe snel we gaan om te beginnen al en, en welk beleid er binnen tien jaar of binnen vijf jaar gaat gebeuren om bepaalde zaken te versnellen. En dan zullen we onze investeringsplannen moeten aanpassen of van daarvoor moeten halen. Maar we zijn vandaag eigenlijk al aan het investeren met het oog op post 2030. Dus in die zin lopen we wel al een stukje voor. David, een vraagje voor jou. Um, Wat about renewable energy communities? Will the distributors facilitate this or not? Will it be possible that groups of presumers are quasi autonomous and can they count on the distributors to provide peak and backup energy services? Alors, nous n'avons pas prévu de traduction vers l'anglais. Donc je propose que tu répondes quand même en français. Sure. Donc, euh, donc, la question, c'est, euh, comme tu as pu le voir, les, les communautés d'énergie renouvelable. Est-ce que les, les distributeurs veulent le faciliter ou non Et est-ce que c'est possible pour, euh, euh, de, de prévoir donc, euh, de manière quasi autonome donc voilà, le backup et des services d'énergie On s'éloigne un petit peu de la discussion autour de, de, de la mobilité, mais qu'importe. Euh, nous avons, chacun des GRD, euh, fait plusieurs pilotes, plusieurs réflexions euh, sur les, les communautés d'énergie renouvelable. J'ai eu la chance personnellement euh, d'être project manager sur une communauté d'énergie renouvelable euh, dans le, le Tournaisie. Donc oui, euh, les, les, les GRD sont évidemment euh, toujours prêts à aider et euh, toujours prêts à soutenir l'innovation. Mais à un moment donné, il faut un cadre, euh, et ce cadre, c'est le monde politique, c'est les régulateurs qui, qui le fixent. Et donc, dès que ce cadre sera, sera, sera connu, dès que ce cadre sera, sera fixé, bien entendu, nous mettrons tout en œuvre pour que, connaissant le cadre, on puisse euh, ré résoudre l'ensemble, euh, proposer une ensemble de solutions à, à ces communautés qui ne manqueront pas de fleurir partout en Belgique. Merci. Une question suivante qui concerne plutôt l'hydrogène et quelqu'un qui euh, un peu qui doute sur le rôle de l'hydrogène. Au vu du très faible rendement de l'hydrogène comme carburant pour le transport, 25 pensez-vous vraiment qu'il a un avenir dans le secteur du transport Ne serait-il pas plus intéressant l'utiliser pour décarboner l'industrie ou pour faire du chaud Philippe, je ne sais pas si Alors, je ne suis pas ingénieur, donc je ne vais que répéter ce que me disent les ingénieurs. C'est qu'il y a déjà une technologie qui est utilisable en matière d'hydrogène qui a été développée à l'université de Liège, en certains moteurs d'hydrogène. C'est surtout la disponibilité de l'énergie électrique renouvelable pour créer cet cette hydrogène vert qui sera nécessaire. Et là, il faudra les surplus en matière. Ça, c'est la vraie question la disponibilité. Parce que. On a des technologies, mais qui ne sont pas avec des roues de rendement Co, par exemple, existe, une sorte de batterie naturelle, mais qui a une déperdition de rendement qui était très élevée. Donc, mais il faut toujours passer par des phases un peu, je vais dire, où on dépense pour pouvoir trouver la solution, enfin pas la solution miracle, mais en tout cas de pouvoir fine-tuner la technologie. Mais c est, c est comme je l'ai dit, ça n'est pas pour la solution pour 2030. L'hydrogène c'est pour après, donc on a encore le temps de développer la technologie. Merci. Um, vraagje voor Frank en David. Het capaciteitstarief moedigt individuele afnemers om zijn afname te spreiden in de tijd. Het ontmoedigt echter beschikbare elektrische voertuigen of thuisbatterijen om de periode met hoge injectie op het distributienet, zonnepanelen, windenergie, om punctueel meer af te nemen van de distributienetten, zodat de infrastructuur deze punctuele injectie kan absorberen. Hoe ziet Sinergrid een oplossing om Iran te verhelpen? De gaan ze Zal ik beginnen? Ik, zoals u. Ja, ik denk dat, uh, dat beide aanvullend zijn. Ik, ik begrijp de vraag eerlijk gezegd niet zo goed. In die zin dat uh, op het moment dat je productie hebt van zonnepanelen, dat dat het moment is natuurlijk om op te laden. Hè. Dus ik denk dat dat uh, qua kostprijs de goede koopste energie is om op te laden. Um, dus in die zin, het capaciteitstarief dat gaat spelen op het moment dat je effectief um, iets van het net neemt. Hè. Dus op dat moment word je aangemoedigd om effectief zo weinig mogelijk vermogen om je piek zo laag mogelijk te houden. Wat je in huis verbruikt, dat komt zelfs niet op het net. Dat is voor dat is free hè, om het zo te zeggen. Dus in die zin um, zijn beide perfect compatibel volgens mij. En denk ik, in die zin kan ik de vraag ook niet zo goed plaatsen. <laughs> ik denk dat de capaciteitstarief uw gedrag gaat aanmoedigen. Rekening houden met wat je van het net neemt, dat je dat op een zo gespreid mogelijke manier doet, maar natuurlijk de kilowatturen die je kan integreren in je voertuig of in je batterij en die onmiddellijk geproduceerd worden bij u, dat, dat zijn de goedkoopste. Als si, si je peut compléter par 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 rapport à ça, um, et si je comprends correctement correctement la, la, la question, l'un des l'un des aspects évidemment critiques, c'est l'accès à l'information, c'est de savoir à quel moment is-ce que le réseau est surchargé, à à quel moment is-ce que réseau Va être congestionné et de savoir aussi quelle est sa consommation à ce moment-là. Et c'est là que l'on a quelque part la chance d'avoir un déploiement progressif et massif en Flandre des compteurs intelligents qui permettent d'avoir un accès à cette information-là, en tout cas de sa consommation. Dans le cadre de l'Internet de l'énergie que nous supportons au niveau de Cinegrid, il y a une réflexion à ce sujet qui est un projet qui s'appelle Congestion. Où justement, les GRD essayent de voir comment est-ce que l'on peut initier des signaux tarifaires. C'est évidemment encore de l'innovation, mais c'est intéressant, je pense, de regarder ça comme ça. Comment est-ce que l'on peut initier des signaux tarifaires de manière à, pouvoir, à ce que le client puisse anticiper son comportement Donc, typiquement, l'idée, c'est qu'on envoie la grille tarifaire qui est applicable pour, pour le lendemain, et le client, en fonction de cette information-là, ben, adapte son comportement et nous aide, nous aide tous à éviter les grandes pointes. Et à pouvoir avoir euh, pour lui-même et également pour la collectivité un impact le plus, euh, le plus euh, raisonnable possible par rapport au, au réseau. Nog een vraag Thierry voor jou. Deze keer gaat over capaciteitstarief. Quel vermogen wordt hiervoor gebruikt? Werkelijk opgesteld vermogen, contractueel vermogen, gerealiseerde vermogenspiek. Ja. Een expertenvraag. Ja, inderdaad. We hebben voor de invoering van dat capaciteitstarief een heel lang traject gehad met uh, heel wat belanghebbenden. En daar zijn dan uh, verschillende voorstellen uitgerold. Ik ga mij focussen op het uh, voorstellen voor de laagspanningsklanten, want daar zijn de grootste wijzigingen. Ook op het niveau van de middenspanning zijn er wijzigingen aan de nettarieffacturatie, maar daar was eigenlijk al een... Een tarief op basis van piekvermogen. Dus wat dat betreft zijn de verschillen niet erg groot. Maar als ik mij focus op het uh, laagspanningsgedeelte, dan hebben we er uiteindelijk voor gekozen om eigenlijk te gaan rekenen met een gemiddeld, gemiddelde maandpiek. Dus een werkelijke piek die eigenlijk verbruikt wordt. En we nemen daar elke maand de maximale piek voor, die we uitmiddelen over een periode van twaalf maanden. Met andere woorden, het is uw werkelijk gedrag dat gaat bepalen hoeveel u aan nettarieven gaat betalen. Ik zie dat er al mensen ideeën krijgen. Ik denk Frank en Thierry, en ook eentje voor jullie. Wat als ik de overtollige elektriciteit uit mijn zonnepanelen thuis wil vermarkten? Een bedrijf kan dan niet aankopen daar ik als privépersoon niet kan factureren? Ja, ik kan erop antwoorden. Ik denk dat ik hetzelfde ga zeggen aan Thierry, want in Vlaanderen bestaat die mogelijkheid. Dus overtollige energie uit je eigen. Productie van zonnepanelen kan je sinds 1 januari van dit jaar al vermarkten aan energieleveranciers. Dus energieleveranciers, en ik denk dat zal bijna allemaal vandaag een aanbod doen, of toch de meeste, dus die doen een aanbod en je kan die dus vermarkten, zowel aan je eigen leverancier waar je afname hebt, als aan een andere leverancier. Dus je kan zelfs de meest voordelige kiezen om ook als privépersoon om die aan te vermarkten. En wij als netbeheerder, wij zorgen ervoor dat de juiste data op de juiste plaats komen, zodat die afrekeningen ook correct kunnen gebeuren. Misschien kan ik daarop aan toevoegen dat er op termijn ook mogelijkheden zijn om zogenaamde peer-to-peer -peer, eh, contracten eh, af te sluiten en dat er ook energie kan worden gedeeld tussen eh, producenten en consumenten. Maar dat zijn mogelijkheden die op middellange termijn gaan ingevoerd worden. David, een vraag voor jou. Als particulier, welk type de borne me conseil je te installeren? <laughs> En fait, ça, ça dépend extrêmement fort de votre rythme de vie, de votre famille, de votre travail, bref, de, 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 de vous. Euh, et, et, et il y a autant de solutions possibles qu'il y, qu y a pratiquement d'individus. Statistiquement parlant, on peut dire que rares sont ceux qui font plus de 100 km par jour, 50 km par, par trajet, euh, ce qui correspond plus ou moins à 20 kWh. Euh, de, de consommation électrique. Je parle sous le contrôle de M. Donnet. <laughs> euh, et donc, avec une borne un de chargement à 16 ampères, donc 3,6 kilowatts, ben on arrive à recouvrer ces, ces 100 kilomètres qu'on a consommés en, en 5 heures, 5, 5 heures et demie. Si on a eu la chance de pouvoir se charger à la moitié, donc à faire que 50 kilomètres, ben en, en 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures maximum, euh, on a de nouveau récupéré l'énergie que l'on a, qu a consommée. Donc, je pense que Globalement, une borne de chargement de 3,6 kW permet de rencontrer un bon nombre de besoins. À titre personnel, j'ai moi-même véhicule, un véhicule hybride plug-in et le 3,6 kW pour un véhicule hybride plug-in est, est, est tout à fait la solution i idéale. Merci David. J'ai une toute dernière question avant de clôturer le webinaire. C'est à tous les quatre. Je vais vous demander de me donner en quelques mots en quelques phrases, votre message, ce que vous voulez faire passer, ce que vous voulez laisser que, voulez dire, que, voulez dire, que voulez Je vais commencer par vous, monsieur Dené. La conclusion n'est pas facile, mais nous n'aurons pas le choix par rapport à la transition énergétique. Il faut s'y lancer. et Ça fait trop longtemps que les autorités publiques sont, sont interrompues sur le mix énergétique. Est-ce que c'est du nucléaire et pas du nucléaire Est-ce que c'est du renouvelable non, du renouvelable À un moment donné, il faut se lancer pour avoir une, une vraie vision pour een un kader cadre pour que les investissements puissent avoir lieu il n'y aura pas véritablement van Kranenbroek? ik zou nog een andere bedenking willen meegeven in de zin dat we denken nu vooral aan um, de elektrische transitie en het, de energietransitie en het feit dat daar meer kosten gaan nodig zijn voor de investeringen in de netten. Maar je moet het ook zo zien dat zelfs voor de mensen die niet elektrisch gaan rijden, die gaan ook een voordeel hebben van het feit dat er heel wat mensen elektrisch gaan rijden. Omdat de volumes die via de netten gaan getransporteerd worden, die gaan stijgen. En als die volumes gaan stijgen, dan ga je automatisch ook lagere eenheidsprijzen hebben. Met andere woorden, het gaat niet enkel de, de happy few zijn die elektrisch gaan rijden, maar ook de andere netgebruikers zullen kunnen profiteren van, van deze transitie. David? Er zijn drie dingen die ik wil vous mettre en avant aujourd'hui. La première c'est que je pense qu'on l'a tous dit il y a plusieurs, plusieurs problèmes et plusieurs solutions à apporter et par rapport à l'ensemble des solutions qui sont apportées il faut constater que les gestionnaires de réseaux de transport de distribution sont bien souvent au cœur des solutions, des solutions à apporter. Ce que j'ai également voulu insister aujourd'hui c'est sur le fait qu'en synnégrite on place vraiment la barre très haut en termes de consultation. Euh, on veut aller de plus en plus vers euh, les acteurs de marché, vers les stakeholders, vers les régulateurs, de manière à ce que nos spécifications techniques, à, à ce que nos prescrits soient de plus en plus en ligne avec la réalité du marché. Et, et troisièmement, ben, on l'a déjà dit plusieurs fois, on pense que dans le scénario dans que nous connaissons aujourd'hui, l'arrivée des véhicules électriques ne devrait pas poser de gros problèmes au niveau des réseaux de distribution. Last but not least, Franck, conclure <laughs> Ik denk dat we een zeer uitdagende toekomst hebben, hè? dus met de energietransitie, waar elektromobiliteit een van de belangrijke drivers in is. En uh, wij als netbeheerder, wij gaan daar onze rol zeker opnemen vanuit het oogpunt investeringen, maar ook van, vanuit het oogpunt databeheer. Wat ook zeer belangrijk is in, in die toekomst waar we naartoe gaan. Maar de klant gaat ook uh, veranderen. Het wordt een actieve klant, een klant die actief met zijn energieverbruik moet bezig zijn. Maar daar gaan we zorgen dat we de klant maximaal ontzorgen, zodat hij, hij niet aan comfort moet inboeten. En als we een en-en verhaal doen. et le comportement de clients et les investissements, je pense que nous sommes prêts pour Merci, Frank. En tout cas, notre heure de webinaire se touche petit à petit à sa fin, et je vais malheureusement devoir clôturer ce débat qui est fort intéressant. En tout cas, la mobilité est un pilier de la réalisation de nos objectifs climatiques, mais aussi de lutte contre les particules fines. Et en tant que Synergrite, nous sommes persuadés que tant le développement des véhicules électriques que l'utilisation du bio-CNG, de l'LNG et à terme de l'hydrogène vont jouer un rôle important à cet égard. Et les réseaux sont véritablement clés dans cette nouvelle mobilité. Et comme vous avez pu l'entendre, les gestionnaires de réseaux prennent leurs responsabilités et s'engagent dès aujourd'hui à mettre en place... De solutions nécessaires pour faire face au défi de demain. Er blijft mij nog enkel over om al mijn sprekers te bedanken. Monsieur Donet, de heer Van Kranenbroek, David, Frank. Onze volgende webinar zal ergens plaatsvinden in december. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. Bedankt en tot ziens.